Sinds 1985 worden er al Europese steden verkozen tot Europese culturele hoofdstad. Amsterdam was in 1987 de derde stad die na Florence en Athene uitgeroepen werd tot culturele hoofdstad van Europa. Dan is er al veel aandacht voor de relatie tussen kunst en techniek. Bij het ballet van Hans Salmane wordt gebruik gemaakt van een camera waarvan de beelden meteen te zien zijn op het scherm bij het podium. De opening van het culturele jaar wordt altijd groots gevierd, zoals hier in Brussel in 2000. In 2001 wordt Rotterdam als tweede Nederlandse stad gekozen als culturele hoofdstad. Toenmalig koningin Beatrix is aanwezig bij de openingsceremonie, als beschermvrouw van de culturele hoofdstad. Later dat jaar wordt een door Andy Warhol gemaakt portret van Beatrix op een gebouw geprojecteerd. Een ander groot project dat jaar is de tentoonstelling Meesterlijk Verzameld in de Rotterdamse Kunsthal, met vele schilderijen uit de afgelopen 500 jaar. De culturele hoofdstad hoeft niet per se een stad te zijn, maar kan ook een gebied zijn, zoals het Ruhrgebied in Duitsland in 2010. Het grootste project was hier een klein eiland met maar liefst 20 kunstwerken.